Kunt u me even helpen? Ik zat net op die bank daar en toen is mijn telefoon uit mijn zak gevallen. En nu is hij eronder gegleden of zo, ik weet niet. Dat is bizar, hè? Ja, ik zal eens komen kijken. Ik heb een spierziekte, dus ik kan zelf niet bukken. Dat is aangeboren, je ziet er niets van, maar dat is soms juist een beetje in mijn nadeel. Ik probeer gewoon alles te doen wat iedereen doet, maar ja, soms dan... Mijn moeder heeft me geleerd dat ik om hulp kan vragen. Ja. Ik zat ergens hier en toen is hij gevallen. Dus misschien moet je even even eronder voelen. Of aan de andere kant misschien? Ik ben een engel, hoor. Mijn moeder vindt het altijd zo fijn als er mensen in de buurt zijn die me willen helpen. Ja, tuurlijk. Zie je hem? Of, Nee, ik kan me helaas niet doen. Wat? Wauw. Nou, dat heb je soms, hè, dat je zo gewend raakt aan iets dat je vergeet dat het er is. Toch heel erg bedankt voor je hulp. Graag gedaan. Hey. Wat doe jij hier? Lunch met mijn opa. Maar eerst nog even een workout, want Jojo die rent zo traag. Daar heb ik niet genoeg aan.